Vergelijk het met een musical van Andrew Lloyd Webber. De man bedacht bijvoorbeeld Cats en Les Miserables en verkoopt dat idee aan verschillende landen en houdt op afstand in de gaten of ze het wel of niet goed uitvoeren. Zo moeten we ook naar de pindakaasvloer van Wim T. Schippers kijken. Vandaag kwam de vaderlandse cultuurpers over de vloer en een hoop oeh en ah, wat mooi. Het was niet van de lucht. Maar hebben we het hier niet gewoon over een klodder pindakaas op de vloer? Is dit nou kunst of worden we in de maling genomen? Nee, een grap. Je kan er wel plezier om hebben. Ik bedoel, als iedereen nou altijd pindakaas op de vloer had gesmeerd en dan zou op een gegeven moment iemand op zijn brood smeren, dan zou je denken, nou, wat is het, slaat dat nou? Je gaat dat nou op zijn brood smeren. Het is ook tegelijkertijd wel een beetje kinderachtig, vind ik ook wel leuk. Maar kinderachtig in de plezierige duiding. Maar ik heb zo'n idee, jij stapt dadelijk met je vrouw in de auto, je verlaat Rotterdam en dan lachen jullie werkelijk op zo'n Rotterdams gezegd, je lul uit je broek. Nog eens? De directeur van Boijmans snapt de ophef en de discussie over de aanschaf van de pindakaasvloer. En dat is nou precies wat ze voor ogen hebben met deze aankoop. Kunst is iets om je over te verbazen. En kunst is iets wat vrij is. Je mag daar je gedachten in uiten. Een kunstenaar mag dat. En iemand die de kunst waarneemt, daarnaar kijkt, mag dat ook. Hoeveel de vloer gekost heeft, is niet officieel bekendgemaakt. Maar naar verluid zou het gaan om meer dan 100.000 euro. Maar om een einde te maken aan de discussie over mogelijke verspilling van belastinggeld, is de directeur kort en krachtig. Wij betalen alles, betalen we zelf wat we kopen. Dus alles wat wij doen, dat betalen we uit de entrees van wat mensen hier binnenbrengen als ze bezoekers zijn en dergelijke. Er zit een klein stukje in van de Mondriaan Stichting die ons per jaar helpt om kunstwerken te kopen. En dat is een klein deel van het bedrag.